Robert Gray van Tricht wordt per 1 maart benoemd als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname, CBVS. Dat maakt het Nationaal Informatie Instituut, NII, bekend in het persbericht. Van Tricht is de zoon van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, en is in januari benoemd tot regeringscommissaris van de Centrale Bank. De nieuwe governor bezit de Nederlandse nationaliteit, maar zal deze inruilen voor een Surinaamse, en dit zegt minister van Financiën Kilmer Hoefdraad. Op 1 maart wordt ook het directeurenteam versterkt. Zo zal William Ory als directeur monetaire en economische zaken worden aangesteld, terwijl Michael Suknandan benoemd wordt als directeur bankbedrijf aan bankaire zaken. Ingeborg Geduld Nijman blijft directeur toezicht bank en kredietwezen. De minister van Financiën laat NII optekenen dat de aankomende governor en de directeuren uitvoering zullen geven aan de taken vastgesteld in de bankwet, zoals het beschermen van de waarde van de munt en het opkrikken van de monetaire reserves. Ook zal het binnenlands en buitenlandse financiële en betalingsverkeer versterkt worden, terwijl er prudent toezicht zal worden gehouden op het bank- en kredietwezen.